ik ben Bart Bom en ik ga je laten zien hoe je een nonchalante knot maakt. Dit ga ik laten zien bij Verlies. Dit is Verlies. Ik gebruik er een elastiekje voor met twee haakjes. Daardoor kan ik altijd een goede strakke staart maken. Nou, ik ben na mijn middelbare school naar de kapperschool toe gegaan. Toen was ik 18 toen ik daarvan afkwam, van de kapperschool. En toen ben ik in de PC Hoofdstraat in Amsterdam gaan werken. Daar heb ik bij Ines gewerkt. Dat was ongeveer een jaar of twee. En tegelijkertijd heb ik toen een make-up opleiding gedaan. Mijn moeder werkte bij Edgar Vos. Zij was voor 25 jaar zijn rechterhand. En daar begon ik eigenlijk al redelijk jong met als eerste het helpen op modeshows. En later werd dat langzaam het haar doen en later werd dat tijdens de persfoto's het haar en de make-up doen. Toen ben ik bij een modellenbureau terechtgekomen en zo langzaam mijn eerste klusjes gaan doen. Nou, nu werk ik alweer dik 22 jaar als kapper en visagist. Je haakt het elastiekje er aan één kant in en je draait hem eromheen. En nogmaals, eigenlijk net zo lang totdat hij strak vast zit. En je haakt hem aan de binnenkant, haak je de andere er ook in. De inspiratie die haal ik over het algemeen nog steeds van modeshows, uit modebladen. Dat probeer je natuurlijk enigszins na te maken. Vervolgens kijk je dat natuurlijk wel toe te passen is op je model. Want je model is natuurlijk niet hetzelfde model als wat er in het blad staat over het algemeen. Op die manier probeer ik toch eigenlijk altijd wel dingen uit. En toch weer tot nieuwe dingen ook weer te komen. Wat natuurlijk toch wel belangrijk is om je eigen stijl ook te ontwikkelen. Want je bent, je wilt toch uniek blijven daarin. Dus laat ik het zo zeggen dat je probeert niet alles echt exact te kopiëren, maar je probeert er toch met je eigen stijl weer een nieuwe slag aan te geven. Dat kan ook alleen al zijn doordat het model anders is of dat de fotografie anders is. Maar daardoor krijg je toch wel je eigen, wordt het toch wel een eigen ding. Dan gaan we een nonchalante knot maken. Ik draai hem gewoon los op, hou hier mijn vinger en draai hem eigenlijk om mijn vinger heen. Zodat je alle punten kwijt bent. Je houdt je vinger erop. En je zet hem met een paar pinnen vast. In principe zou één al genoeg moeten zijn. Je steekt hem er zo in. En draait hem dan zo naar beneden. En zo doe je dat een paar keer. Ik heb wel een paar echte hair gurus. Dat is onder andere Oribe of Orbe, dat is net hoe je het uit wil spreken. En Guido is natuurlijk ook een hele bekende, waar ik echt heel veel inspiratie van krijg als ik het werk van die mensen zie. Dat zijn toch wel ongeveer de mensen waar ik heel veel inspiratie van krijg. Om aan de voorkant nou een nonchalanter effect te creëren, zal ik hem nu met de borstel tegendraads gaan bewerken. Zo haal je al die korte haren eruit. Je neemt een beetje product, in dit geval een micro web fiber van Sebastian. Pak diezelfde haren weer op. Laat het lijken alsof de wind er eigenlijk net een beetje doorheen waait. En zet dit vast met een goede haarlak. Let wel dat je het hier bij het oor dicht bij het hoofd houdt. Het is qua vorm, voor de vorm van het gezicht gewoon het mooiste. Je kan ook hier nog wat extra plukjes uittrekken aan de achterkant.